Hallo, mijn naam is Sebastiaan. Ik doe de opleiding podium en evenementtechniek en ik doe de specialisatie licht. En vandaag ben ik op stage. Je krijgt in ieder leerjaar krijg je stage. En dat is, de eerste leerjaar krijg je 10 weken stage. Het tweede leerjaar krijg je 20 weken stage. En het laatste leerjaar krijg je 10 weken stage. Stage duurt in totaal 1 jaar en die is verdeeld over 3 leerjaar. Je kunt zelf op zoek gaan naar een stageplek, maar school ondersteunt je er ook bij om een stageplek te vinden door middel van een lijst. Zoals jullie zien ben ik hier bezig met lampen aan het testen en schoonmaken. Dagelijks onderhouden, ja, dat hoort er ook gewoon bij. Je ziet de lichttafel wel, waarmee ik dan de boel even kan testen. Of ze allemaal draaien, of ze allemaal de lamp aangaan en dat soort dingen. Een dag op een stageplek ziet er heel verschillend uit. Dat hangt een beetje vanaf waar je stage loopt, bij een vuurbedrijf of een theater. Ik heb zelf bij een theater gelopen. Nou, dan begin je de dag samen en dan bespreek je de dag. En dan ga je vervolgens licht stellen, lampen verhangen, programmeren. Zelf vond ik het programmeren heel erg leuk. Het is super tof om stage te lopen, vooral omdat je nieuwe mensen leert kennen. Je bouwt een netwerk op en je leert heel veel van mensen die al heel lang in het vak bezig zijn. Vooral geleerd om goed te communiceren, het tempo erin te houden. Slimme trucjes overgenomen van collega's, zodat het werk heel nuttig benut kan worden tijdens mijn stage. Je begint met het eerste leerjaar, begin je vooral tijdens je stage om mee te kijken met de technicus. Zodra je laat zien dat je wat meer kunt, dan ga je ook meerdere taken krijgen. En dat zal in het tweede jaar ook sowieso aan bod komen. Dan ga je meer zelfstandig dingen doen. En in het derde leerjaar ga je meer de organiserende kant op van de productie.